allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we aan de gang met de Summer Days collectie van Simple Stories. En ik heb vandaag een scrapbook layout voor jullie. Ik ga aan het beginnen met mijn achtergrond te bewerken. Ik heb hiervoor een papier gebruikt. Dit is van Bezel de Smooth cardstock. En dit is 12x12. Ik ga aan de gang met mijn watercolors en ik ga allemaal stipjes maken. Dit doe ik door mijn kwast heel erg nat te maken, wat kleur op mijn kwast aan te brengen en dan te gaan een beetje te tikken tegen mijn kwast staan, zodat er allemaal spetters komen. En dit vind ik een heel leuk effect geven. Ik heb een selfie genomen van het theater op het zand, waar ik ook al eerder wat foto's van gescrapt heb en die zullen jullie ook vaker tegenkomen. En ik ga aan de gang met een beetje een oude formule van mij. Ik heb ooit een sketch meegedaan met allemaal vierkantjes. En ik vond dat zo'n leuke layout toen geworden dat ik dacht, oh weet je wat, ik ga deze nou weer namaken. En dat doe ik met deze vierkantjes. Ik snij allerlei, dus vierkantjes. Ja, ik kan er ook niet veel meer van maken. En het wordt allemaal 2 inch bij 2 inch. En die versnij ik in verschillende papiertjes, zodat dat een combinatie wordt. Deze week stond enorm veel in het teken van de Summer Days collectie. En deze zul je veel vaker tegen zien komen. Ik ga ook aan de gang met andere collecties, maar deze ligt nu op mijn bureau en die gebruik ik behoorlijk veel. Ik heb nu ook het Chasing Dreams collectie van Maggie Holmes helemaal compleet. Dus misschien dat ik die ook wil gaan gebruiken voor mijn video's. En die kan ik nu ook gebruiken. Ik wacht eigenlijk altijd totdat een collectie helemaal compleet is voordat ik hem ga gebruiken. Dus daar heb ik echt wel heel veel van. Dus daar wil ik ook mee aan de gang. Ondertussen snij ik nog steeds vierkantjes. Ik ben wel benieuwd wat jullie hiervan de nieuwe lijnen vindt. Ik zie ze op de Scrap Delight YouTube. Zie ik veel lijnen voorbij komen. Sommige zijn echt super leuk. Echt helemaal mijn stijl. Sommige ook wat minder. Maar zoals jullie weten, ik heb een hobbykamer toegedaan en ik heb best wel veel spullen. Dus ik heb besluit om eerst nu wat dingen op te gaan maken voordat ik aan de gang ga met nieuwe lijnen. Ik heb ook nog twee hele kerstlijnen liggen, dus misschien dat ik ook nog een keer mijn winterfoto's kan gaan scrappen. Maar eerst deze. Ik heb ook een eigen fotochallenge gemaakt voor de maand augustus. Deze kun je vinden op mijn blog, maar ook op mijn Instagram. Ik zal mijn Instagram hier onderin ook nog eventjes linken voor als degene die dat nog niet hebben. En als je me wil volgen, ga gerust je gang. Heel hartstikke gezellig. En die fotochallenge wil ik ook gaan scrappen. Ik maak er een heel mooi woord van. Wil ik ook gaan scrappen en dat wil ik in een album doen. Ik ga jullie daarin ook meenemen. Misschien dat het ook nog wel met Traveler's Notebook gaat. Ik weet het niet, maar ik ga ervan uit dat ik een nieuw album ga aanmaken. Speciaal voor de maand augustus en mijn fotochallenge. Ik ben wel eens benieuwd of jullie wel eens meedoen aan een fotochallenge. En of jullie dat ook leuk vinden. Ik vond dit vierkant kaartje met Sweet Summer Days heel erg leuk. Maar die wordt het hem niet. Ik ga mijn fotomatten op dit papier met de blauwe windmolens. Het zijn geen windmolens, maar van de week noemde ik ze ook al zo. Het zijn een soort windmolens. En deze snij ik hieronder, zodat het blauwe weer terugkomt. En dit is een hele makkelijke layout, ook om restjes bijvoorbeeld op te maken. Maar ook gewoon, ik vind dit echt gewoon een van mijn favorieten wat ik maak altijd. Is gewoon de vierkantjes terug veroveren. Er komt ook nog een laagje van dit roze papier onder, zodat dat er een dubbele laag komt. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie vinden van de zomermarathon. Kijk je alle video's of kijk je bijvoorbeeld alleen de scrapvideo's of alleen de Project Life video's? Of ga je ze straks in één keer kijken? Ik ben wel benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk om te doen en ik vond het ook super leuk om zo een inhaalslag te maken in mijn album, zodat ik weer helemaal bijloop en ook gewoon weer nieuwe projecten ga aandoen. Ik wil ook een video maken nog van een diamond painting, maar dat komt allemaal vanzelf. Ik wissel ze gewoon af, de video's. En als jullie nog een leuk idee hebben, laat gerust hieronder achter. Ik ga ermee aan de gang en ik zal daar een video over maken. Want we zitten natuurlijk nu op dag 4, het is 4 augustus, dus we zitten op dag 5. Dit is dag 5
Maar ik heb nog 25 dagen dat er nog elke dag video komt. Dus zodoende. Ik ga hier door de ephemera pack heen. En ga kijken wat ik erbij wil toevoegen. Ik vond de watermeloen heel erg leuk. De picknickmand, omdat iedereen zijn eigen dingen mee heeft genomen. En de Albert Heijn heeft niet gesponsord, maar de Albert Heijn staat groot op de foto. Dus zodoende is dat een... vind ik die picknickmand er wel heel erg leuk bij. Je ziet me er heel snel doorheen gaan. Ik vind de Simple Stories, deze lijn, ook wel echt super leuk. Ik vond hem van vorig jaar ook heel erg leuk. Maar deze keer doet hij het ook weer heel erg goed. En hij is ook leuk te combineren met die van vorig jaar, kwam ik achter. Want ik heb op dit moment werk alleen met deze lijn. Maar in mijn Traveler's Notebook ga ik ook de oude lijn erbij pakken. Ik maak eronder een clustertje, zodat ik daar nog een clustertje maak met een woordsticker. This is the life. Ik ga hier ook de picknickmand plakken. Deze ga ik met de dimensionals omhoog dotten, zodat er een mooie clustertje daaronder ontstaat. En dan kan die ook prima erin. Dat wolkje met dat hartje vond ik echt heel erg leuk, want het was ook een bewolkte dag. Maar uiteindelijk redde hij het niet op de pagina. Hetzelfde is als met de parasol. Die ga ik ook niet gebruiken. Want dat past er ook net niet bij. Ik ga nog wel even langs het stickervel welke ik kan gebruiken. En dat is een rood hartje. Nog een hartje. En een bloemetje wat ik erbij ga gebruiken. Zodat daar toch op elk vierkantje iets zit. Behalve op de bloemetjes. Die laat ik zo. Want die zijn eigenlijk al druk van zichzelf. Ik heb het woordje relax er nog bij aan toegevoegd. En dan ga ik nog even langs het chipboard wat erbij past. En ik vind die camera ook wel heel erg leuk. Dus de camera komt erop en dan gaat het bloemetje naar boven in de hoek. Dit zijn cardstock stickers en deze zijn heel makkelijk te verwijderen. En dat scheelt enorm, zodat ik ze ook gewoon nog even heen en weer kan plaatsen. Ik ga hem vastplakken met wat lijm. En dan ga ik nog de datum stempelen. De datum is 15 juli en dit keer stempel ik hem niet eerst af, maar stempel ik gelijk op mijn pagina. En dat ging goed. Zoals ik al vertelde, ik ben heel erg van de zwarte randjes. Dus deze maak ik ook hier omheen. En daarvoor gebruik ik wat pijltjes. Ga ik aan de ene kant maken, zodat je echt de datum goed ziet. Ik ga hier nog omheen en dan vul ik de randjes ook met een zwart randje. En dan is deze pagina alweer af. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. En als jullie nou ook een leuke sketch wil zien, tag me gerust erin of stuur het door. Ik ben heel erg benieuwd en ik wil ook mijn sketches weer oppakken tijdens deze video's. Dit is hem geworden. Ik laat hem jullie nu nog even zien van dichtbij. En hierna komen nog natuurlijk wat foto's. Ik begin nog te twijfelen wat ik erbij toe wil voegen. Dus ik ga nog even door het stickervel van Tim Holtz. En daar plak ik nog een zinnetje bij. En dit is de pagina geworden. Tadaa! Ik hoop dat je de video leuk vond. Doe een duimpje omhoog, laat een reactie achter en tot de volgende video. Doeg!